Nu klinkt het nog als een science fiction film, maar ik denk echt dat we in 30, 40 jaar kwantumcomputers en een kwantum internet hebben. Wat het allemaal gaat betekenen, dat weten we nog niet precies. Je kan het een beetje vergelijken met internet in de jaren 90. Toen wisten we ook nog niet helemaal zeker wat dat allemaal voor ons ging veranderen. Maar ik denk wel echt dat we hier wat van zullen merken. En ik vind het superleuk om hier aan mee te werken. Ik onderzoek een quantum internet. Dat is gemaakt van verstrengelde quantum bits. En een quantum bit is een computerbit, maar dat zich dan gedraagt volgens de wetten van de kwantummechanica. Zo kan het bijvoorbeeld 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En in ons lab zijn deze quantum bits zijn eigenlijk foutjes in een diamant. En in dat foutje hebben we een extra elektron kunnen vangen en dat kunnen we controleren. Daarnaast kunnen we deze elektronen ook met elkaar verstrengelen. En dan bedoel ik echt twee verschillende elektronen op verschillende plekken, dus echt meters of kilometers uit elkaar. En daarmee proberen wij een quantum internet te bouwen, dat je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken om een geheime code te kunnen delen. Nou, als experimenteel natuurkundige is mijn werk echt super divers. In het lab hebben we meerdere opstellingen staan. Nou, als je die moet onderhouden, dan zit ik echt te sleutelen. En we zijn nu ook een netwerk van 3 aan het bouwen, dus we hebben nog weer een extra opstelling. Maar al deze apparatuur brengt ook heel veel instrumentatie met zich mee en heel veel software. En die maak ik ook allemaal zelf of onderhoud ik ook zelf. En daarnaast moeten we ook alle data die we vergaren analyseren. En uiteindelijk natuurlijk een paper schrijven. Dus een rapportage of een artikel schrijven over ons onderzoek. Gelukkig doe ik dit niet allemaal alleen. Ik heb ook nog 2 hele leuke collega's. Met een quantum internet kan je veilig berichten versturen. Je kan namelijk zien als je wordt afgeluisterd en dan gooi je je communicatie weg. Maar heel veel andere toepassingen van een quantum internet weten we eigenlijk nog niet. En daar doen ook heel veel mensen onderzoek naar. Ik denk dat deze technologie heel veel gaat veranderen. En ik vind het super gaaf om daar aan mee te werken. En daarnaast in Delft zijn we heel goed in dit onderzoek. Bij QTech doen we echt mee op wereldniveau. Maar ook overdag, gewoon elke dag, mag ik gewoon doen wat ik leuk vind, puzzeltjes oplossen.